Een speciale fietstocht door Nijmegen met versierde fietsen. Zaterdag kon iedereen zijn fiets in NEC-stijl versieren tijdens de open dag van Fietscentrum Nijmegen. Een ritje door Nijmegen-West volgde om de mooie fietsen aan iedereen te laten zien. Ja, we hadden gedacht van als Fietscentrum Nijmegen, we zitten hier ook met een kinderfietsenwinkel, we vinden het leuk om de kinderen ook erbij te betrekken bij dat event. Toen dacht ik, nou, laten we gewoon gaan fietsen. Met die kinderen hier door de wijk, allemaal mooi versierd. En de mooiste versierde fiets, die krijgt een hele leuke prijs. Een hele leuke NEC-prijs. De fietsen mogen geheel naar eigen inzicht worden versierd. Maar één ding is toch wel vereist. Ja, sowieso de kleur van NEC natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En misschien een beetje origineel en creatief. Dus ik laat me graag verrassen. Ik heb ballonnen erop gedaan. En een vlag, een stickers. En mijn fiets is blauw. En je fiets is blauw. En waarom heb je precies deze kleuren gebruikt? Want voor NEC. En ik zie ook speciale kleuren. Ja. En waar zijn die kleuren voor? NEC. En wat heb je nog meer aan je fiets versierd? Ik heb ook nog de goede volgorde gedaan. Wauw, ik zie het, een goede volgorde. Hoe grote NEC-fan ben jij? Een beetje. Een beetje een NEC-fan. Toch zijn ook de iets grotere NEC-fans deze ochtend aanwezig. Zo'n bekerfinale is natuurlijk ook niet niks. Na het uitgraven van de bloedkoel is dit de grootste uitdaging die ons club ooit mee heeft gemaakt, denk ik. Hey, ik kan je vertellen, wat is dat dan precies? Want je zegt zenuwachtig, maar wat gaat er dan door je lijf zo'n dag voor de bekerfinale? Ja, van alles. Je ziet je eigen al in gedachten na die bekerfinale in Nijmegen, met z'n allen op het plein, zo met die grote beker. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dit is dus jouw fiets. Vertel eens even, wat heb je er allemaal aan gedaan? Ja, gewoon genoeg stickers opgeplakt, een beetje ballonnen en een vlaggetje. Ja, helemaal mooi. Hey, en wat verwacht je nou van morgen? Want het is de voorbereiding voor morgen, de bekerfinale. Ja, ik verwacht wel dat ze gaan winnen. En hoe groot een NEC-fan ben jij? Kan je dat eens omschrijven? Ja, ik ben wel een groot NEC-fan. Ja, ik probeer naar veel wedstrijden te gaan, lukt niet altijd, maar ik vind het wel leuk om te kijken. Hé, hey, en morgen, wat gaat er dan zo door je heen als je denkt van aan morgen de bekerfinale? Ja, hoop natuurlijk dat ze winnen. Ja, en ook wel trots dat ze het gehaald hebben. Gelukkig is Nas over de fietsen positiever gestemd dan over de bekerfinale. Ja, dat wordt wel een thriller, denk ik. Dat was wel een moeilijke opgave. Maar ja, we hopen natuurlijk een goede afloop, maar het is fijn dat in de Kuip. We treffen er niet. Ik had liever een ander tegenstander gehad in de Kuip. Toch denkt Henny daar heel anders over. Wij gaan winnen, ja. 1-2 gaat winnen. Wat iedereen zegt, maar trouwdag is het mooiste wat er is. Nou, ik denk dat dit nog een stapje verder gaat. Maar dat moet ik heel zachtjes zeggen. Mijn vrouw is daar.